Hallo, hallo. Even mijn haar vastmaken. Hallo, goedenavond. Ik was 2 minuutjes laat. Ik moest heel dringend nog naar het toilet. Ik zit hier ook met een koortsblaas. Zwanger zijn of zo, zeker weet ik het. Goedenavond, Lara. Het is Lena van binnen. Loor. Maar Loor en Lena trekt wel op elkaar. Maar het is wel lang geleden. Klopt. Oké, ik ga nog een beetje wachten. De mensen zijn aan het toekomen. Dus iedereen krijgt een melding. We gaan. Ja, ik had in de community op. In de community op Facebook. I'm clean, X we are clean. Voor de Nederlandstalige mensen. Ja, gevraagd wat we willen zien vanavond. En daar waren zo. Frisse lente look. Iets zachts, naturel. Dus we gaan iets. Ja, ik heb zoiets met paars tinten. We gaan, ja. Ik had iets opgezocht. Ik denk dat ik nog wel iets tof heb om te doen. Een keer is dat nog niet eens geweest. Ik ga ook dit nieuwe penselen voorstellen. Ja, ik werk bij I'm Clean, dus ik heb altijd zo'n beetje de previews thuis liggen. Dus dat is wel fijn. Dus ik ga ze dan ook een keer voorstellen. Ik ga ze dan ook tonen. En ik ga ze natuurlijk ook ja, gebruiken. Hè. Het zal maar raar zijn dat ik ze hier heb en dan niet zou gebruiken. Dus we hebben onze penselen vernieuwd. Dit zijn ze. Ze zijn echt. Ladies, ik kan. Ik ben zo excited. Ze zijn zo. Zoveel beter. Je kunt ze niet vergelijken. De haren zijn veel. Zachter, ze zijn van nano-vezeltjes gemaakt, van BASF-materiaal gemaakte haartjes. Dus dat wil dat zeggen dat die echt, die voelen zelf nog zachter aan dan natuurlijke haren. Dus ze voelen echt zo aan. Het materiaal wat er is gebruikt, gaat er ook voor zorgen dat de poeders eigenlijk beter worden opgenomen, waardoor ja, als je poeders beter zijn opgenomen, gaat je ook meer intensiteit hebben op ja, op je pigment. Dus je pigment gaat intenser zijn. Dus je gaat minder product moeten gebruiken. Het steeltje is gemaakt van gerecycleerd plastic en van rijst. Dus ze zijn ook volledig eco-friendly. De penselen zijn natuurlijk. Allee, de haartjes zijn natuurlijk vegan. Het is van synthetisch materiaal. Ze zijn ook biologisch afbreekbaar. Dus ze zijn niet alleen duurzaam, ze zijn supergoed, ze zijn zacht, ze zijn duurzaam, ze zijn eco-friendly. Ze zijn eigenlijk alles wat je moet hebben voor een penseel. En ik ga ze een keer even allemaal één voor één voorstellen. Dus het eerste is de foundation brush. Ja, ik heb hier niet. Ik heb mijn oude penseel er niet bij genomen. Maar de oude is veel. Ja, het is echt iets helemaal anders. Hè. Dus hij is veel ja, smaller, dunner. Compacter ook. Er zit een kleine bolling in. Waardoor dat je eigenlijk echt mooi je huid. Allee, mooi de contouren van je gezicht gaat kunnen. Ja, mee gaat kunnen werken. Hij is ook heel fijn omdat hij dus juist zo die bolling heeft. Als je bijvoorbeeld met 2 foundation kleuren gaat werken, als je zo'n natuurlijke bronze look wilt maken, of wat wilt gaan contouren met liquids, kun je perfect eigenlijk met dit gaan werken, omdat dat juist mooi je jukbeen gaat accentueren. Het voordeel dat dat synthetische haren zijn, is dat je dat zowel voor poeder als liquids kunt gebruiken. Dus ook bijvoorbeeld met je bronzer of zo, of met een poeder, kun je ook makkelijk hier mee gaan contouren. Het tweede penseel dat ik wil laten zien is het poederpenseel. De poederpenseel is ook anders. De oude was plat, deze is eigenlijk volledig rond. Zoals je kunt zien, het zijn lange haren. Dus eigenlijk een beetje de regel is, hoe langer dat de haren zijn, hoe
en hoe fluffier, hoe minder pigment dat het gaat opnemen. Dus bij de foundation blush, die zijn harder. Allee, harder, die zijn even zacht, hè, maar die zijn compacter, die zijn korter. Dus die gaan meer intensiteit hebben. En deze is eigenlijk, die zijn lang, dus ze gaat minder pigment opnemen. Die is rond. Ik gebruik die heel graag. Ja, je kunt daar natuurlijk gewoon je poeder mee aanbrengen. Maar die is ook heel fijn om mee te bronzen. Ik vind dat een heel tof penseel om mee te gaan bronzen. Dus dat ga ik ook eens tonen. Derde penseel is de blush. Brush. Dus die is ook een beetje zo schuin afgesneden. Dus hier ook weer heel makkelijk voor eigenlijk mooi je jukbeenderen te gaan volgen naar boven toe. Dan de fan brush. Deze is ook iets smaller eigenlijk dan de oude. Hij is ook wat rond, waardoor je hem ook makkelijk kunt gebruiken als blush. Omdat hem zo is afgerond. En natuurlijk als je hem platter gaat gebruiken als highlighter. Hè. Dan de concealer is ook helemaal vernieuwd. Dus vroeger was dat een bolletje. Nu is het eigenlijk een plat penseel. Dus ik weet niet of je dat goed kunt zien. Wat is het voordeel daarvan? Is dat je eigenlijk minder product gaat opnemen en dat je echt mooi hier gaat kunnen uitblenden. Terwijl dat met dat bolletje was dat soms iets moeilijker. Dus deze kan je hier eigenlijk mooi plaatselijk gaan werken. Je kunt echt heel mooi tot onder je oog, dicht tegen je wimperlijn gaan en heel mooi gaan uitblenden. Wilt je meer dekking, dan moet je eigenlijk gewoon meer gaan dekken. En dan van de oogpenselen hebben we een, ik heb ze er al uitgehaald, maar er is dus een Eye-Tastic brush set. Welke penselen zitten daarin? Dat is de Eye Blender. Ik ga ze eens pakken. De Eye Precise en de Eye Flat. Dus dat zijn deze drie. Normaal gezien kost elk penseel €18,99. En als je dat in dat pakketje koopt, komt het maar neer op €39,99. Dus je krijgt eigenlijk een penseel helemaal gratis. En die drie, dat zijn echt je must-have penselen voor oogschaduw. Dat zijn de drie dat ik ook altijd het meeste gebruik. Blender is ook ietsje veranderd. Hij is ietsje breder. Dus je gaat iets meer gaan kunnen blenden. De Eye Precise is meer in een puntje. Dus dat vind ik wel heel fijn, omdat je dan echt mooi het donkerste kunt gaan aanbrengen. En ook in een puntje echt heel fijn hieronder gaat kunnen werken. En dan de Eye Flat. Hij is ook zo een klein beetje, waar je dat goed kunt zien, afgesneden. Waardoor dat je echt goed je pigment kunt nemen en mooi kunt afduwen op je oog. Met welk penseel ga je... Ah wel, ik heb het al ondervonden. Eigenlijk de blush brush blijft nog altijd het makkelijkste om in de beauty bulbs te gaan gebruiken. Die gaat daar nog altijd het makkelijkste in. En dan hebben we als laatste de eyeliner. Deze is deze. Dat is een heel die lijkt eigenlijk een beetje op de oude Precise. Alleen is die echt recht afgesneden. Dus dat is heel makkelijk om je oogpotloodjes te vervagen. Om als nat te maken. Om echt ook heel mooi te gaan aanzetten. Zoals vroeger inderdaad. En voilà, dat zijn onze nieuwe kwasten. De prijzen zijn hetzelfde gebleven. Dus daar is niks aan veranderd. Alleen is de kwaliteit veel beter. Dus als ik mag aanraden, je kunt... Allee, die zijn echt supergoed. Er zijn nog enkele penselen op onze webshop die dan nog in promo zijn. Maar ik ben heel erg fan van deze. De kabuki trouwens is onveranderd. Hè? Dus die is nog altijd hetzelfde. Goed. Dan gaan we beginnen. Hè? Ik ga beginnen met mijn... Even de primer eruit halen. Ik ga natuurlijk de nieuwe liquids gebruiken. Nou, ik ga alle flesjes uithalen, behalve de primer, denk ik. Oh. 1, 2, 3. Tja, tja, tja. Mijn primer is verdwenen. Oké, dan ga ik de oude primer nog gebruiken, want ik vind de nieuwe niet. Ja, ze zijn ook heel mooi, de nieuwe pencil, absoluut. Oké, de primer. Yep. Oh nee, dat is niet de primer. Wat ben ik normaal aan het doen?
Oké, nee, geen primer. Ik vind hem niet. Hij zit hier niet in mijn tas voor een of andere bizar. Waarschijnlijk ligt hij boven. Geen probleem. Oké, dan ga ik gewoon direct beginnen met mijn foundation. Ik ga de warm 1 en de warm 1.0 en de warm 2.0 mengen. Omdat ik nog zo'n beetje in een tussenseizoenperiode zit. In de winter ben ik echt een mengeling van die twee kleuren. En in de zomer ben ik echt een warm 3.0 eigenlijk. Dus ik doe gewoon, ik zet die alle twee hier op mijn hand. En dan ga ik die met de kwast zo gaan mengen. Ik ga even mijn spiegeltje pakken. En dan ga ik aanstippen. En gaan uit. Je hebt helemaal niet veel nodig. Voor degene dat hem al hebben, ze het al gemerkt hebben. Hij is dekkender als de oude variant. Dus, ja, je hebt echt heel weinig nodig. En door te gaan strijken met mijn kwast ga ik hem eigenlijk mooi gaan vervagen. Ik ga hier, ja, ik heb hier een kwastblad, dus ik ga daar gewoon wegblijven. Anders is dat niet goed voor mijn kwast. Voilà. Dus dat is eigenlijk één laagje en je ziet, die dekt heel, heel mooi. Hè? Meer heb ik eigenlijk niet nodig. Wat ik jullie ga tonen, is als je zo twee kleuren hebt, is dat je dus eigenlijk zo'n beetje een brons look gaat kunnen creëren, maar gewoon met je liquids. Dus wat ik ga doen, is een klein beetje, ik ga mijn zomerkleur eigenlijk pakken. Ik had ook perfect, want mijn zomerkleur is eigenlijk een warm 3.0. En om te mengelen had ik perfect daar gewoon meer van de 1.0 kunnen gebruiken. Hè? Want dan kom je eigenlijk een beetje op dezelfde mengeling als je de 1.0 of de 2.0 hebt. Dus moest je thuis een zomer- en een winterkleur hebben en je zet zo'n tussenseizoen en je mengt die, is dit eigenlijk het moment dat je dat kunt doen. En dan kun je met je zomerkleur eigenlijk, ik heb die nog niet open gedaan, zo'n beetje een zomertintje aan je huid creëren. Dat is dan ook eigenlijk een klein beetje op mijn hand. Ik ga terug mijn foundationkwast nemen. Ik neem mijn product op en ik wrijf dat zo'n beetje uit dat ik niet te veel wil hebben. En ik ga eigenlijk mijn gezicht een beetje gaan contouren met mijn liquid. Dus ik ga hier op mijn wangen, mijn voorhoofd, hier onder mijn jukbenen. En zo ga je eigenlijk een bronzed look gaan creëren. Zonder poeder te gebruiken. Een beetje in mijn hals. Dus dat is niet echt contouren. Want contouren gaat je eronder doen. Dus dan zou ik mijn kwast zo houden. Maar ik ga hem zo houden op mijn jukbeender. En dat gaat eigenlijk voor zo, ja, dat warmte effect. Hè? Want je bronzer zag je ook op je jukbeender zitten. Dus je bronzer zet je nooit onder je jukbeenderen. Want een bronzer is warm van kleur en warme tinten, ja, gaat je huid opwarmen. En warme tinten is voor je huid op te warmen, voor gelijk dat je uit de zon bent gekomen. Dus dat plaats je altijd op de hoogste punten van je gelaat. Dus je voorhoofd, je jukbeenderen, een beetje op je neus. Dus daar zet je je bronzer op. Als je gaat gaan contouren, dan moet je eigenlijk altijd een koele kleur gaan gebruiken. En dat gaat je eigenlijk hieronder gaan plaatsen. Maar ik ben nu aan het opwarmen. Dus ik zet mijn penseel zo. En dan kan ik eigenlijk zo naar achter. Heel belangrijk is dat je goed naar je haarlijn strijkt. Hè. Mijn spiegeltje even pakken. En dan je ziet dat, hè. Dus heb ik hier eigenlijk een beetje een sun-kissed look. Gewoon met mijn foundation. Dus dat kun je perfect doen met je zomerkleur. Als je zo twee foundationkleuren hebt. Of je hebt een donkerdere foundation. Kun je perfect zo een beetje, ja, kleur gaan geven in je gelaat. Zonder dat dat, ja, te opvallend is. Ik ga dan met mijn concealer werken.
Dus ik heb mijn foundation nog een klein beetje onder mijn ogen gedaan. En dan ga ik met mijn concealerpenseeltje en de stick onder mijn ogen. Dus ik werk eigenlijk nooit... Dat je kunt rechtstreeks met je concealer onder je ogen gaan. Het nadeel daarvan is dat je meteen heel veel product gaat plaatsen. Dus dan gaat het er eigenlijk voor gemakkelijker dat dat in die lijntjes gaat krabben. Dus het is altijd beter om het even op te nemen met je penseel. En dan ga ik hier plaatselijk daar gaan zetten waar dat het nodig is. Dus dat is hier bij mij altijd goed je binnenhoek meenemen. Want daar is het ook vaak altijd iets blauwer. Ik ga hier een beetje achteruit doen. Voilà. En goed tegen je wimperrand. En dan trek ik dat hier altijd een klein beetje naar beneden toe. Voor mooi te gaan oplichten. Dus mijn spiegel hierbij nemen. Ik doe een klein beetje op mijn oog. Ook daar niet te veel op je oogleden doen. Voor dezelfde... ook voor dezelfde reden dat dat niet gaat kruipen in je lijntjes. Maar het is een crème product en je oogleden zijn vaak iets vetter. Dus als je daar ook al veel concealer op gaat zetten en als je dan daarna gaat werken met je oogschaduwkleuren, ja... Je ogen bewegen een hele dag ook, hè? Dus je zit altijd te knipperen. Gaat het er eigenlijk voor zorgen dat je oogschaduw sneller vervaagt of sneller in die lijntjes gaat zitten. Dus ook heel weinig concealer op je ogen. Ik doe dat eigenlijk vooral omdat ik heel donkere ogen heb. Mijn ogen zijn ook wat diepliggend. Dus voor wat ook op te lichten, zet ik daar een klein beetje concealer op. En dan ga ik even afpoederen. Even aan het nadenken wat ik ga doen. Ik ga gewoon met de compacte gaan werken. Dat is de light voor onder mijn ogen. Dus dan kun je perfect je poederpenseel nemen. En wat ga ik dan gaan doen? Ik ga die een beetje zo in een puntje gaan nemen. Dus ik neem dat op. Oep. Hier. En dan ga ik dat hier onder mijn oog zo gaan deppen. Dus dat is echt voor te gaan fixeren en ook voor te gaan oplichten. En ik doe dat dan ook op mijn oog. Voor daar die concealer ook te gaan fixeren. Hop. En ik ga daarmee eigenlijk zo meer op mijn zone T. Omdat ik het daar een beetje meer wil oplichten. Dus ik doe het hier, mijn voorhoofd onder mijn ogen. Zo die driehoekjes onder mijn ogen, onder mijn kin. En dan normaal gezien onder mijn neus, maar ik blijf daar nu eventjes van weg. En dan ga ik met de medium vlug over de rest heel lichtjes van mijn gelaat. Gewoon eigenlijk voor zachtjes te fixeren. Meer is dat niet. Ik ga nog een klein beetje... Dus eigenlijk kun je nu stoppen, want je ziet, ja, het is hier mooi opgelicht. Ik heb met mijn foundation wat mijn liquid foundation wat gebronst. Wil je graag wat meer bronzen, kan dat. Ik ga dat ook met een deze doen. Ik vind dat echt super tof. Mijn bronzerpoeder. En dan ga ik zachtjes... Daar waar ik mijn foundation daar juist heb gedaan, in draaibewegingen, erover. Voilà, dan krijg ik nog net... Dat tikkeltje meer. Ja, ik vind dat... Dat poederpenseel is echt... Ik weet dat van de oude was ik zelf niet zo'n grote fan. Maar van deze, ik vind dat perfect. Voor te gaan, voor zo wat bronzen, voor je poeder aan te brengen, is echt supergoed. I'm clean in de toekomst nog een baking powder. Dat zit er voorlopig zeker niet in. Ik moet zeggen, ik ben ook niet echt fan van baking powders...
Omdat dat juist uw oogleden, allee, onder uw ogen nog meer gaat uitdrogen of soms zelf de lijntjes nog extra gaat gaan benadrukken. Dat wordt vooral gebruikt in, ja, in YouTube tutorials. Dus moest ik dat hier gebruiken. Ik zit met een heel fel licht. Dus je gaat dat nooit echt hard zien dan. Hè? Dat gaat mooi oplichten. Maar je gaat nooit die lijntjes hard gaan zien op de ogen. Omdat dat licht ja, mooi weerkaatst. Dus ik ben eigenlijk nooit geen fan van een baking powder. Wat je eventueel kunt doen is wel gewoon echt met, ja, met het lichte, compacte oogschaduw is, wel mooi, is nog altijd het mooiste. Want het is echt gewoon de bedoeling om te gaan oplichten. En je zet dan beter om te gaan werken met een iets lichtere concealer. Een tintje dat, of twee tintjes maximum dat lichter is dan je huidskleur. En dan met een licht compact poeder. Dat gaat altijd natuurlijkste zijn. Dus ik zou dat, zelfs moest het uitbrengen, zou ik het eigenlijk waarschijnlijk niet gebruiken. Blush. Ik ga hier gewoon de Cranberry nemen. Die ligt hier dicht bij mij. Met mijn blush. Brush. Dus die ga ik gewoon ook aantikken. En ja, je ziet hè. Dus die haren zijn veel intenser. Dus het komt ook direct intenser op je wangen. Ja, komt er gewoon meer kleur af. Dat is niet erg. We gaan dat direct met onze foundation kwast gaan verzachten. Helemaal gewerkt. En dan ga ik met de fanbrush, want ja, ik ga nu alles doen, hè. De Gorgeous, dat is deze. De highlighter hier. Een beetje gaan highlighten. Voilà. Goed. Voilà, dat is mijn teint. Meer heb ik... meer kan ik doen, maar meer heb ik niet nodig eigenlijk nu. En nu ga ik voor mijn ogen... gaan we werken met... Ik was aan het denken om te werken met... Ik moet even de Coralicious. Ik ga ze even apart houden. Een beetje Precious. En met de losse poeder... Hoe noemt die weer? De Fresh. Dus een beetje lila... van waar heb je dat? Ja, dat is een heel groot palet. Ik geen idee. Ik denk van de Kruidvat of zo. Maar je hebt die ook in het, van I Am Clean. Heb je die ook, maar ik heb die hier nu niet bij. Toen I Am Clean die nog niet had. Dus ik had. Ja, ik ben een beetje weg van mijn neus en mijn mond gebleven. Express. Omdat ik hier met mijn koortsblaas zit. Maar dus als je daarmee mee dekt... Ja, ik wil zo niet te dicht bij mijn koortsblaas zitten met mijn penselen. Want dat is een bacterie en dan zit dat in mijn penseel. En als ik dan ergens anders op mijn gezicht kom, dat is allemaal niet goed. Wat heb ik nog nodig? Ah, ja, mijn cream penseel. Dus wat ik ga doen... ik ga met lichte kleuren gaan werken en ik heb een redelijke donkere huid. Dus om mijn lichte kleuren feller... of beter te laten uitkomen, ga ik eigenlijk als basis de Clean Eye Pencil in cream gaan gebruiken. Dus dit ga ik eigenlijk op mijn hele ooglid aanbrengen. Ja, een virus, klopt. Is geen bacterie, maar een virus. Dus dat is eigenlijk veel erger als een bacterie. Want de virus kunnen niks aan doen. Toch? Bacteriën kun je nog antibiotica voor nemen. Hè? Of dat hebben ze mij toch denk ik altijd wijsgemaakt. Dus dat ga ik eigenlijk als basis op mijn oogleed zetten. Gewoon zodat mijn oogschaduwkleur veel mooier gaat blijven. Allee, veel intenser gaat blijven. Ik ga wel mijn randje hier vervagen. Voilà, dat je dat niet zo hard ziet. Wat ik dan ga doen is met de Coralicious, dus dat is deze. Ik ga een beetje... Dat is zo dat peach
kleurtje. Met mijn flat eye brush. Hier op mijn bewegend ooglid zetten. En ik plaats al deppend. Dus hoe dep, ja, als je gaat deppen, dan gaat je ook meer intensiteit hebben, hè. En ik blijf gewoon een klein beetje weg uit mijn binnenste ooghoek. Ziezo. Daar ga ik werken met de losse oogschaduw in kleurtje Fresh. Voilà. En die ga ik hier direct met de Precise gaan nemen. Ik voel het ook met het clean oogschaduw. Ja, het clean oogschaduw kan dat natuurlijk ook, maar voor mij is zelf de clean oogschaduw nog altijd een beetje te donker. En het voordeel van het crème potlood, omdat dat crème is, gaat dat ook nog altijd het pigment van je poeder intenser maken. Omdat je een poeder op een crème product zet. En anders is het een poeder op een poeder en dat gaat niet per se de intensiteit gaan verhogen van de kleur. Dus dat is ook de reden waarom dat ik het potlood heb genomen. Dus ik ga hier de Fresh nemen. En ik ga dat eigenlijk in mijn binnenste ooghoek hier plaatsen. Dat mag een beetje naar buiten geblend worden. En ik ga dat ook echt zo al deppend aanbrengen. Ja, de kleur, omdat ik hier mijn heel veel licht zit, valt het niet zo op. Wat ik ga doen, dus ik doe die Fresh terug in mijn potje. Ik ga een klein beetje Precious nemen, omdat dat ook zo'n beetje met een paarserige ondertoon is. Heel klein beetje. En dan gaan mengen feitelijk met uw Fresh. Om het een klein beetje intenser te maken. Allee, of nou, eigenlijk zijn we dan kleuren aan het mengen, hè. Ik ga hier hier zit er, ik weet niet of jullie dat mooi kunnen zien, dat verzacht een beetje. Ik ga eens kijken of ik met mijn licht een beetje kan. Ik ga een klein beetje verzachten. Ik weet niet of jullie dat nog goed kunnen zien. Maar dan zie je dat een klein beetje zo. Dus ik ben nu eigenlijk aan het spelen met die een mengeling tussen de Fresh van de losse mineralenpoeder en dan de Precious. Voor hier in mijn ooghoekje. Voor het eigenlijk wat op te frissen. En dan ga ik onder mijn oog ook terug het lijntje hier, de cream zetten. Voilà. En dan ga ik mijn eyeliner brush nemen. En dan ga ik eigenlijk vooral de brushes zetten. Dat is een beetje ja, dat aubergine kleurtje, hè. Ga ik hier wat uitvervagen. En dan ga ik een klein beetje wel
met de fresh erover gaan om het wat te verzachten. En ik blend dat een klein beetje hieruit naar boven. Voilà. Dan ga ik met mijn zwart potlood. Dat is mijn gewoon. Deze neer. Een lijntje bovenaan. Ga ik even ook in mijn spiegeltje doen. Ik doe dat al tussen mijn wimpers. Voilà. Om mijn oog ook groter te maken. En dan kun je dat ook vervagen. Zachtjes met je eyeliner brush. Ik ga dat ook wel. En dan creëer je zo een zachte wing. Dus omdat ik dat gewoon een klein beetje uit... verder uitblend. Ik maak dat een zachte wing feitelijk. Hè? Ik ga dan aan de andere kant zelf doen. Je kunt als je wilt dan nog echt ook van buiten gaan werken met een donkerdere kleur. Maar ik wil het gewoon heel licht en fris houden. Dus ik ga dat niet doen. Ik ga hier gewoon hetzelfde doen. Dus de cream potlood op gans mijn ooglid. Eigenlijk is dat een beetje het systeem van vroeger. Even de lijntjes uitblenden. Hoe dat ze een smoky eye deden. Hè? Dan deden ze een zwarte potlood als basis en dan werken ze daar met kleur op. Ik doe eigenlijk het omgekeerde. Ik ga mijn lichte basiskleur gaan werken, omdat ik dan ook met lichtere oogschaduwkleuren wil gaan werken. Gewoon zodat die kleur er veel beter gaat uitkomen. Dus hier pak ik weer mijn Coralicious en zet ik al deppend op mijn ooglid. Ik ga nu, want ik denk dat ik hier ook gewoon te veel naar binnen ben gegaan, dus ik ga daar een beetje van afblijven. En gewoon aan de buitenkant blijven. En dan vervaag ik hier een klein beetje. Ik denk niet dat ik dat hier heb gedaan. Ik ga dat hier ook een beetje uitblenden. Ja, voilà, dat is beter. Hè? Dat mijn ogen ook wat groter lijken. Terug met de fresh. Dus ik doe de fresh in het tekseltje. Pak ik de eye precise. En dan gaan we dat hier ook al de punt gaan aanbrengen. Ja, hier ziet het er veel feller uit dan om de camera. Het is wel heel mooi. Al zeg ik het zelf. Het is echt iets fris. Fris voor de lente, want dat was iets natuurlijk volgens ze en iets zachte lentekleur. Dus ik heb geprobeerd om zo'n beetje de combo van de twee te doen. Onder mijn oog, terug hetzelfde met de creampotlood. Ziezo. En dan ga ik met mijn eyelinerpenseel brushes nemen. Onder mijn oog zetten. En dan ga ik ook al deppend aanzetten. Dus de regel eigenlijk met alles is van make-up. Als je dept, gaat je meer intensiteit maken. Als je gaat wrijven, gaat je eigenlijk
je product gaan uitwrijven. Dus dan gaat je meer gaan inwerken, inderdaad. Meer gaan wegwerken. Concealer stick vond je te vettig voor... Ja, omdat de concealer stick... als je gaat voelen achter het verschil tussen de concealer en het crèmepotlood. Een potlood is sowieso al in eerste instantie gemaakt voor ogen, dus die blijft sowieso al beter zitten. En een concealer is ook gemaakt voor onder je oog te zetten. Dus onder je oog is het meestal iets droger, dus daar zitten vaak iets van olie in of hydraterende, ja, iets van boter of ik weet nu niet wat er bij ons in zit. Denk ik ga dat niet te luid opzetten. En als je dat op je oog zet, dan gaat dat nergens gaan inwerken. Dus dan gaat dat eigenlijk gewoon ervoor gaan zorgen dat het samen met je olie van je oogleden gewoon gaat gaan mengelen. Een oogpotlood is ietsje stugger, ietsje droger dan een crème concealer stick. Je moet dat maar een keer gewoon naast elkaar zetten en voelen en gaat direct het verschil voelen. Ik hoop dat dat een antwoord is op je vraag, Karen. Oké, de kans is heel groot dat de honden gaan beginnen blaffen. Want mijn man is nu juist thuisgekomen. En die kunnen niet stil. Die honden kunnen niet stil zijn. Als die iemand horen, moeten die altijd heel hard blaffen. Dus ik waarschuw jullie al. Oogpotloodje. Het zwart van boven. Dus ik doe dat gewoon... Eigenlijk maak ik hem hier iets breder. En dan ga ik een beetje tussen mijn wimpers. Het hoeft niet perfect. Want we vegen hem toch uit. Terug met eyeliner penseeltje. Ga ik hem wat vervagen. Ik doe het een klein beetje naar buiten toe. Voor zo een niet kleine subtiele wing. Voilà. En dan natuurlijk de mascara. Hup. Dat is de black. En ik ga ook de primer eronder zetten. Dus ik ga de Lash Primer gebruiken. Die gaat mijn wimpers extra verzorgen, verlengen. Een beetje meer krul inbrengen. Ze zijn flink, ze zijn niet aan blaffen. Ik denk dat hij ondertussen al is binnengekomen. Hopla. En dan ga ik de clean. Ja, ik denk aan mijn man. Ja, nee, ik heb de deur over binnenkomen en ik zie zijn auto hier achter mij staan, maar ze zijn niet aan blaffen. Het is wel een wonder dat ze niet aan blaffen zijn. Ze liggen hier wel, ze liggen daar wel voor zijn deur te wachten. En dan met de mascara. Hop. Ziezo. Je kunt nog meer laagjes aanbrengen. Zoveel laagjes als je wilt. Ik ga dan nog juist mijn wenkbrauwen doen. De mensen die me kennen weten dat de Brow Expert mijn favoriet is. Ik gebruik de Dark. Omdat, ik heb een beetje donkerdere wenkbrauwen. En ik vind dat mijn wenkbrauwen wel wat aangezet mogen worden. En mijn donker kleurtjes altijd... Allee, ik doe mijn wenkbrauw altijd een klein beetje donkerder. Dus ik begin bovenaan en dan trek ik kleine streepjes. Dan mijn vorm. En dan wil ik zachtjes in naar voren toe.
Zo. En dan kan ik eventjes door. Ja, ik zit hier altijd met een gat van voor. Het komt altijd een klein beetje harder aan zetten. Voilà. En aan de andere kant hetzelfde. Dus ik begin bovenaan, eigenlijk waar dat mijn hoogste punt is. En vanaf daar trek ik kleine streepjes naar beneden. Ga ik zachtjes naar boven terug. En kan ik even door. Ziezo. Ja, en dan is mijn ooglook eigenlijk af, hè, want ik ga niks op mijn lippen doen. Wederom, als je een koortsblaas hebt, dames, moet je daar, blijf daar met make-up van weg, met je lippenstift aan weg, anders moet je dat weggooien, want dan blijft dat, je kunt dat niet weghalen uit je lippenstift of dergelijke, dus dan... Goh, dan blijven mijn lippenproducten van hun lippen weg. Ja. Voilà. Dit is mijn frisse lente look. Ik weet niet of er nog vragen zijn over de penselen of over iets anders of over de look. Dan is het nu het moment om te vragen. Dankjewel, Hilde. Dank u, Karen. Ja, zeker. Zeker met blauwe ogen, kei mooi. Want het koraal gaat een heel mooi contrast geven aan je blauw. Dat gaat je blauw zelf nog meer laten spreken. Dus zeker, zeker proberen met blauwe ogen. En als je het doet... Niet vergeten om in onze community een postje te maken. Allee, foto te maken en in de community te posten. Dan kan ik het ook zien. Dankjewel, Doreen. Lana. Lana is mijn nichtje. Dankjewel. Graag gedaan voor de tips. Het was lang geleden. Eigenlijk vind ik dat wel tof voor de lives. Maar meestal heb ik gewoon zo'n druk agenda dat dat mij niet lukt. Oké, dan ik ga je proberen om er nog een mooie foto van te maken. Ik ga die ook in de community posten. En ik ga daar nog eens zeggen welke product dat ik heb gebruikt. Zodat jullie ook zeker zelf aan de slag kunnen. Goed, dan wens ik jullie nog een hele fijne avond en tot snel!